Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Yes, weer een gloednieuwe serie. Inderdaad, we gaan elke week een gierig advies geven. En dat advies gaan we zelf eerst even testen. Mocht jij thuis nou als kijker ook een advies nodig hebben op een gierige manier, laat het even weten, drop het in de comments. Het wordt weer heel leuk, hè Martijn? Het wordt weer een heel leuk seizoen. Ja, en dit seizoen hebben we ook weer de hulp ingeschakeld van onze vrienden. Ja, en deze week is het niemand minder dan Michelle. Michelle, onze vriendin. Ik vind het heel leuk dat ik er ben. Ja, je straalt ook helemaal. Ja, dankjewel Martijn. En ik ga het nog leuker voor je maken. Je gaat bij mij in het team. Oh, nou, dat had je afgedwongen in de onderhandeling. Ja, precies. Ja. Je wilde alleen meedoen. Ja. Ik ben heel benieuwd welk gierig advies we moeten uitbrengen deze week. Oké, we gaan nu even bellen met Jouke Jan, want Jouke Jan die heeft volgens mij een gierig advies nodig. Ja, deze telefoons zijn gekoppeld. Zit jij in de groep? We zitten in dezelfde groep. Kijk eens. Wat een technologie, jongens. Hey Jouke Jan. Hey Jouke. Volgens mij zit jij met een probleem. Je hebt een beperkt budget voor iets. Ik moet binnenkort gaan verhuizen. Ik moet mijn kamer uit. En ik wil eigenlijk zo goedkoop mogelijk wil ik gaan verhuizen. En je zou denken, vraag het aan familie, vraag het aan vrienden. Maar na de 6 keer dat ik ben verhuisd, denken ze ook wel van, zoek het maar lekker uit. En nou woon ik dus in Amsterdam, 3 hoog. Ik heb geen auto. Dus ja, aan jullie de vraag, hoe ga ik dit doen? Wat is het budget wat je had? Je hebt €50 om uit te geven. Minimaal 5 huisdozen en een stoel. En het moet binnen mijn 4 uurtjes gebeuren. Want ik ben echt super druk. En ik moet nog voor de avondklok terug zijn. We hebben de voorwaarden genoteerd. En we gaan aan de slag. Ja, we gaan voor je bezig, jongen. Oké, Joost. Jij bent heel goed met sjouwen, dus ik denk dat jij dat op je pakt. Ik had een idee voor de transport. Laten we de tram gebruiken. Dat betaal je heel weinig voor. De tram is goed, maar jij gaat wel mee sjouwen. Ja, maar dat is echt jouw ding. Rot op, dat is een bank. Toen ik een jaar of 23 was, dan wilde ik met een openbare transportbus verhuizen. Die buschauffeurs zeiden nee, heel gek was dat. Dus ik denk dat ze dat niet moeten doen, maar zo'n Uber bijvoorbeeld. Ja, maar ja, want we hebben dus dan niet zelf een auto, maar een Uber, dat zou kunnen. Of we gaan proberen mensen die op straat lopen voor ons karretje te spannen. Ook een goeie. Van ja. Yo, ik ben door mijn rug gegaan. Of wil je gewoon even helpen tillen? Want we moeten helpen tillen. Waarschijnlijk kunnen wij niet alle spullen in 1 keer naar de tram tillen, dus we hebben mensen nodig die naar de tram gaan tillen. Ja. Maar waar moeten we naartoe? Hoe groot is die afstand? Ja, die afstand heb ik vernomen van jou, Jan, is zo ongeveer 4 kilometer dat hij moet verhuizen. Jij gaat sjouwen, ik ga een busje regelen. Nee, we hebben alle handjes nodig. We hebben meer mensen nodig die ons helpen sjouwen. Ja, we moeten naar de tram. Oké, laten we... We hebben maar 4 uur. Tijd dringt. Tijd tikt. Tik-tok. En gaan. Oké, Joost. Laten we even kijken welke spullen we hebben wat we moeten verhuizen. Holy shit. Dit is wel veel. Een bank? Nou, moet ik eerlijk zeggen, als dit je hele inboedel is, nee, is maar het best wel terug. Fair enough, maar wij willen dit met een tram doen, toch? Ja, dan is het veel. Dit gaan we nooit meekrijgen in de tram. Wow, zo! Ja? Prima. Is best wat te doen. Prima te doen. Gelukkig. Prima te doen, maar we willen dit allemaal in 1 keer naar de tram. Ja, de spiegel zie ik ook in 1 keer moeten bij. Maar als het diep per ongeluk kapot laat vallen, dan hoeft het niet meer, toch? Nee. Oh! De spiegel is kapot, die kunnen we niet meer verhuizen. Dat scheelt. Nee. Oké, kom, we gaan. Oh ja, heel belangrijk. Nu moeten we dus een busje. Een fan, ja. Fan. 5 personen. Hoeveel 5 personen, €21 ongeveer. Maar ja, we hebben wel gewoon fan nodig. Ja, je hebt 7 dozen. Ja. En een spiegel en een plant. Ja, dat gaat er niet worden in een normale auto. Dus we gaan nu gewoon een voor fan. €21. Doe maar, ja. Hier begin je rit. Oh, dit is kut. Ja. Hij is er al bijna. Nee! 1 minuut! Nee! 1 minuut! 1 minuut, jij moet weg. Stel die dozen. Hij die moet dozen. Echt gewoon. Die dozen. We zitten jij hier moet al weg. Jij moet positie innemen. 4 dozen plaatsen van tot beneden.
op. Oké, en dus we zijn al hysterisch, hè? Ja, oh. Jezus. Oh man, weg hier. Oké, kom even in je rol. Die vent, die kan hier nog lopen, hè? Ja, ja die kan elk moment niet komen, schat. Meneer, mag ik u vragen? We hebben iets wat we moeten verhuizen. Alleen ik heb zojuist een beetje mijn enkel verzwikt. En het is een bank die hij niet in zijn eentje kan tillen. Ik heb een heel slechte onderrug. Ja. Oh echt? Ja. Het is maar één trap misschien hier namelijk. Sorry, ik ga wel helpen, maar... Ja, nee, snap ik. Ik ga niet sjouwen, ik ben 70. Oh, je ziet er nog super gezond uit. Ik zat op een gegeven moment te shaken. Hi. Hi, Niels. Ja, hi. Hi, top. Kunnen wij deze doos achterin? Oh, top. Ja. Yes, top. Oh, geweldig. Oh, dus is het allemaal. Ja, lukt het. Ja, we hebben... Moet nog even die andere... We zijn met spoed in één keer aan het verhuizen. Want de huurbaas die stond in één keer in het huis. Oh. Sorry, ik ben een beetje te slaan. Zal ik die andere dan ook even pakken? Ja, doe maar. Ik help wel even. Wat doe ik deze? Oh. Alleen nog even een... Oh, is het zo? Het is echt één trap omhoog. Zou je me misschien met mij willen... Echt? Dankjewel. Ik ben heel erg. Doe dat licht aan hoor. Heeft u hem goed vast? Ja? Ja, past het? Helemaal top. Top. Ja, als u tijd heeft. Toch Joost? Ja, nee, is goed. Is dat zwaar? Valt mee, hè? Ja, als iemand hier nog mensen willen helpen. Kijk, en het is er ook doorheen. Kijk er eens. Dankjewel meneer. Helemaal top. Fijne dag, hè? Heel wat chill. Het staat beneden, maar nu moet toch allemaal naar de tram, gap? Ja, dus de volgende is de vraag, kun je even helpen mee naar de tram? Ja. Wat? Lukt het? Ja, alleen deze tas nog even met die mand. Kijk je uit dat die spiegel niet kapot gaat. Zo. Oké. Zijn we ready. Misschien doe ik... Ja. 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 Oh, super. Doen we dit zo. Oh. Lukt het? Net niet. Net niet. Nee. Maar anders... Ja, maar dan moeten we de... Dan ga aan mij zitten. Dan doe ik deze dicht. Oh. Ja. Oké. Zo. Oh, wat fijn dat dit even komt. Heb je dat vaker moeten doen, moeten verhuizen? Dat zou ook wel... Ja? We hadden vanochtend in één keer de huurbaas in de badkamer. Terwijl mijn vriendin stond te douchen, ik was boodschappen doen. En dat is al de derde keer deze maand dat hij uit het niets gewoon binnenkomt. Ja, we betalen gewoon huur, maar het is een hele oude man die... die gewoon uit het niets komt checken nou, of alles... Nou, het is gewoon een vieze rik, is het. Heren. Een vraagje. Hebben jullie toevallig tijd? Ik weet niet hoe lang het duren waren. Ik ook niet. Wij kunnen wel een paar extra handjes gebruiken. Kijk, we moeten het naar de tram brengen. Maar die halt is daar. Als wij dit los van elkaar gaan verhuizen, dan gaat iemand sowieso onze mooie spullen stelen. Want dit is vintage. Zijn jullie twee sterke mannen ons willen helpen met dit? Ja? Ja. Top. Pak ik deze? Dan zijn die de bank kunnen doen met z'n tweetjes. Ja hoor. Ja? Dan ga je even. Ja. Ja. Zo, deze licht. Ze gaan er wel met onze spullen vandoor, juist. Jullie weten waar je heen moet, toch? Gewoon daarheen. Ja, top. Ik
begin mijn enkel wel weer te voelen, man. Ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden. Ja, nog één klein vraagje. Hij heeft ontzettend last van zijn enkel. Nee, joh. Dus denk je mogelijk, als hij heel veel rust neemt, ik kan dit ook niet in mijn eentje, maar dat dan dat één van jullie misschien nog even kan helpen zometeen van de tram vandaan? Ja? Ja. Oké, okay, hier heb je enkel. Weet je zeker? Je moet het niet forceren, man, die enkel. Oké. Okay. Ja, nee. Maar ik vind het een beetje lullig. Ja, man. Loop wel even met ze mee. Loop wel even met ze mee. Dit kan een beetje lullig. Nee, dit is niet lullig. Ja, dit is jouw fucking plan. Je staat er de hele dag een beetje bij. Je gaat mij nu een schuldgevoel aan praten. Ben je het echt aan het doen? Arme jongens. Oh, daar is de tram. Deze moeten we wel hebben. Oh shit. Shit. Deze moeten we wel hebben. Shit. Kijk, kunnen jullie dat op tempo? Shit. Auw. Oké. Dat is wel goed met Jack. Zullen wij mee? We hebben heel erg haast. Alsjeblieft. Betalen we dubbel. Oké. Okay. Nou, juist. Dat is juist. Van de volgende tram. Succes! Ik zie je bij het Frederiksplein. Ja. Ja, en nu? Het is overduidelijk dat je de tram dus niet mag gebruiken als verhuiswagen. Maar ze schoppen je er ook niet uit. Dus als je een beetje tikkie brutaal bent en je loopt gewoon naar binnen met je spullen, dan kun je het wel gebruiken als verhuisservice. Want heel eerlijk, hoe erg is het nou echt dat ik hier een paar dozen bij me heb? Niet heel erg, toch? Oh, kijk eens! Oh, shit. Je hebt hem losgelaten. Ja, ik wilde hem net pakken. Leg dit op hier. Ja, maar dat zal wel op. Zo. Yes. Succes, top. Ja, hey, top. Bedankt. Heel erg bedankt, man. Zing. Zo, verhuisd. Zo, klaar ermee. Nou, het ging echt wel goed. Het ging hartstikke goed. Volgens mij was het hele kakverhaal helemaal niet nodig. Het was totaal niet nodig, want hij ging zelf al eruit en pakte al dozen aan en dacht mee. Dit is gewoon een gierig advies voor mezelf. Ja, oké, Jan, dankjewel. Ja. We zetten hem hier aan de kant. Hallo. De vrouwen kunnen toch. Mankeert wat? Als we hem zo doen, heeft niemand er last van. Er zijn geen verhuizen. Iedereen kan er langs. Oh, oké. Okay. Nee. Onsportief. Vijf de tram gaat niet heel soepel, want ik heb gehoord dat Martijn net ook is geweigerd met de bank. Nou, wat ik dan zou zeggen, eerlijk gezegd, is probeer het gewoon bij de volgende weer. En nog iets anders. Door alle hysterie ben ik vergeten een kaartje te kopen. Dus de tramrit was ook nog eens een keer gratis. Dus so far hebben we nog maar 0 euro uitgegeven. Zo, dat is het beste zo. Dan neemt hij minste ruimte in beslag. Kijk, als ik hem daar neerzet, dan heeft niemand er toch last van. Als ik hem hier zet. Betaal ik extra. Zo. Heel erg bedankt. Pas op voor die dat hij niet valt. Ik moet even in mijn. Kom maar. Wat even. Hey Martijn, je moet er wel hier echt wel uit, hè? Zo. Waar is de vriend van hem? Top. Die is naar huis gegaan, man. Kijk eens. Enige risico met de tram is. Dus dat je soms een trammetje moet wachten omdat je geweigerd wordt in de een. Dan heb je misschien iets meer geluk in de ander. Ja, dus voor 43 semmen hier met alle zullen en al. Ja, dat is een cheap advice als je mij vraagt. Zo zou ik het ook benoemen. Oh nee, dit is de grote conclusie. Jaap-Jan. Jouke-Jan. Uh-oh. Oh, oh, dit is de grande finale. Oh, dit is spannend. Dit is heel spannend. Wij hebben...
nagedacht natuurlijk over het budget. Het was maximaal 50 euro. Dus uiteindelijk hebben we de Uber besteld. En dan niet zomaar een Uber, nee, een Uber-van. Ja. En daarmee betaal je een kleine 21 euro. En elk stuk is meegekomen van onze verhuizing. Ja. Oké, okay, okay. Nu komen wij. Kijk, als jij zelf niet wil verhuizen, dan huur je best wel duur verhuizers in. Deze hebben wij gewoon van straat geplukt. We hebben mensen gewoon gevraagd, hey, yo, ik heb echt last van mijn enkel. Kun je alsjeblieft even helpen? Er is iemand die heeft letterlijk al onze meubels voor ons gesjouwd. We hebben ze vervolgens in de tram vervoerd voor 3,40 euro van A naar B. Ja. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? Ja. Uurtje, Max. Uurtje. Ja hoor. Ja hoor, geloof me. Nou, wij waren in ieder geval binnen een kwartiertje klaar. Ja. Dus dat is wel echt snel. Oké, jongens. Mag ik gaan beginnen met de rating? Ja. Oké, okay, nou, laat ik allereerst beginnen met de optie tram. Als ik dus de tram zou pakken, dan zou ik dus met mijn spullen naar de tram moeten gaan. En als je de Uber zou pakken, dan zou je dus echt van locatie tot locatie worden gebracht. En dan door naar de rating. Dan krijgt de optie tram, krijgt van mij 3 sterren. En optie Uber krijgt van mij een sterretje meer. En dat zijn er 4. Yes! Yes! Nou, Niels en Michelle, dan moeten wij ook sportief zijn. Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, ja, als een boer met kiespijn zeggen jullie dit. Oh, wat zijn ze getergd. Jouw Kian heeft besloten. 4 sterren voor ons, hè. Ja, kon natuurlijk ook niet anders, hè. Dit was natuurlijk wel gigantisch goed plan. Ja, en als jij nou thuis zit te kijken en je hebt ook een probleem, een wens of een droom waarbij je ons gierig advies nodig hebt, wat moeten ze dan doen, Michelle? Rooksignalen. Rooksignalen? Ja. Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Stuur even een rooksignaal. We leven weer in 1800. We gaan met rooksignalen werken. Hé, hey, gewoon in de comments. Oh, in de comments. Ja. Ja, gewoon in de comments. Gewoon in de comments. Of info@giergast.nl, maar die lezen we nooit. Nee. Hele fijne week in ieder geval. En volgende week donderdag weer een nieuwe Cheapadvisor. Later! Hey gasten! Allereerst super bedankt natuurlijk voor jullie gierige tip. En ik heb er ook gebruik van gemaakt. Ik heb een Uber gebeld en die heeft niet al mijn spullen meegenomen, maar het grootste gedeelte. Het laatste gedeelte dat heb ik nog gelukkig nog kunnen fixen met vrienden. Dus alsnog super bedankt. En heel veel succes bij de volgende. Ciao.